22 februari 1944, rond de klok van 1:30. Wat begon als een mooie dag, eindigde voor Nijmegen in een hel. Amerikaanse vliegtuigen die hun bommen niet kwijt konden in Duitsland, kozen ervoor deze los te laten op het treinstation van Nijmegen. Maar dat ging gruwelijk mis. Met zo'n 800 doden tot gevolg en een binnenstad die 3 dagen lang bleef branden. Vandaag is het 80 jaar geleden. Vandaag is het 80 jaar geleden dat deze ramp in deze stad plaatsvond. En we staan hier bij het monument De Schommel, opgericht ter nagedachtenis aan de 763 inwoners van Nijmegen die zijn omgekomen. Bij ons thuis, we hadden de grote zin, we waren met z'n 12 en ik was de jongste. En ik kom binnen en die kelder zit vol. En we hadden in het café-restaurant in de Poevelstraat. En toen ben ik maar onder een biljart gekropen. Ook Bart Jansen was erbij toen de bommen vielen. Hij was nog maar 3 weken oud. Zijn ouders hebben het overleefd. In de keuken achter zitten de vliegtuigen terugkomen. Iets voor 1:30. Dan zegt hij, dat vertrouw ik niet. En ze lopen naar de voorkant van het huis om te kijken waar die vliegtuigen naartoe gingen. Mijn moeder trekt in een impuls de kinderwagen mee naar voren. En achter werd het huis geraakt door de bommen. En aan de voorkant konden ze nog via het trappenhuis eruit komen. Ze waren alles kwijt, maar ze leefden nog. Hè? En daar heb ik een bommen met meegemaakt. Dus ik kon van het briljant zo naar voren kijken. En dan zag ik, ik hoorde die bommen vallen. Wat een prachtige dag, mooi weer. En het huis aan de overkant zag ik zo omhoog gaan en neerkomen. Het werd aardedonker en doodstil. En het was een mooie zomerse dag. En toen die rook en dampen en stof allemaal optrok, toen hoorde je de mensen gillen. Bijna 800 Nijmegenaren en bezoekers van de stad, bijvoorbeeld de nonnen en kleuters van de school die hier op dit plein stond, gewone onschuldige burgers die net na het einde van het luchtalarm weer op weg gingen naar hun werk, school of de winkels, vonden hier een plotselinge dood. Ik denk dat het vooral voor de nabestaanden heel erg goed doet. En als burgemeester ben ik er vooral trots op dat ik zie het eigenlijk door de jaren heen de betrokkenheid bij het denken en zeker ook van dit bombardement alleen maar groter is geworden. Dat doet dus ook recht aan het leed van al die mensen, de slachtoffers, maar ook hun nabestaanden. Het is denk ik ook belangrijk om daar iedere keer weer bij stil te staan, omdat ook heel veel nabestaanden er nog steeds zijn. Eerste generatie zijn er nog een paar die het direct hebben meegemaakt. Maar er zijn ook heel veel tweede generatie en derde generatie inmiddels die door het trauma van Nijmegen ook getekend zijn. Alsof we dit jaar, als je het weer eens vergelijkt met 5 jaar geleden, nog meer mensen op de been brengen en er ook meer activiteiten worden georganiseerd. Nou, dat is toch wel heel bijzonder om te constateren. Want zo vanzelfsprekend was dat bijvoorbeeld 30 jaar geleden niet, dat we nu nog steeds, na 80 jaar, zo uitgebreid herdenken.